Goedemorgen iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Goedemiddag kan ik eigenlijk beter zeggen, het is al 11:30. Ik ben samen met Anaïs Loop, mijn schwester, onderweg naar The Space in Brussels. Want we gaan kijken naar een coderingsschool voor jongeren. Dus wat dat inhoudt is eigenlijk jonge meisjes en jongens van, ik denk tussen 12 en 16. Die gaan leren om te coderen, om websites te maken, grafische vormgeving en al die dingen. Ik ben heel benieuwd, want ja, dat is wel iets cool en zeker als dat jonge meisjes zijn, want in dat vak zijn er ook niet zoveel vrouwen, dus dat is wel goed. En Anaïs is mee, want die studeert, wat studeert je? Grafische en digitale media. Grafische en digitale media. Dus die heeft daar wel wat kennis van. Ik iets minder, maar aangezien dat ik wel bezig ben met social media en 2 webshops en zo heb, ken ik er wel iets van, maar wel iets minder als Anaïs, denk ik. We zijn aangekomen in de Space. Even zoeken. Maar het is hier blijkbaar in dit gebouw op het 7e verdiep. We zijn echt precies allebei ontsnapt uit de 90s of zo. Oep. Oké, we zijn aangekomen en er zijn echt superveel kinderen. Echt niet normaal, allemaal zo jong hè. Dat is echt zot dat die zo jong zijn en zo'n dingen al kunnen en willen leren. Dus dat is echt super cool. Hier leren ze dus om games te ontwikkelen, apps te ontwikkelen, ze maken websites en zo van die dingen. Dat is een klas van 4 dagen en er zitten kinderen van over heel de wereld. Er zijn er van Spanje, van Italië, van Noorwegen, echt zot, die hier in Brussel deze klas komen volgen. Maar dankzij Think Young kunnen die dat, want Think Young die bekijken wat de interesses zijn van jongeren tegenwoordig. En aangezien codering wel een heel groot interessevak is bij jongeren, maar ze dat op school nog niet kunnen doen, kunnen ze dus hier in de zomer komen bijleren en hunzelf ontwikkelen. Eigenlijk, ze hebben een spelletje gekregen, zoals je kunt zien. Zij zijn aan het spelen. En dan moeten zij eigenlijk de codering aanpassen om dingen in hun eigen spel te steken. Dus zij passen het spel aan met dingen. Allee, ik weet niet juist hoe, maar het is wel echt zot. Dus zo passen zij eigenlijk de code aan en dan veranderen ze een spelletje. Maar het is dus niet dat spel wat zij aan het spelen zijn. Het is een ander spel, zo'n bouncy spel met balletjes. Dus het is wel echt zot. To not gain over ever. So I want you to try something so whenever the enemy crash with you, you don't die. You don't lose any life. So you'll be invincible. Do you like it? Yes. Yeah, you're really good at it. Wow. En ze hebben hier ook een 3D-printer, as you can see. Kijk wat dat ding maakt. Het is echt zot eigenlijk, hè. Een octopus, een gsm-hoesje. Gewoon helemaal zo gemaakt. Echt crazy. En dit, ik weet niet wat dat dit is, maar... Oei. Een mannetje of zo. Het is echt wel zot. De nieuwe technologie van tegenwoordig. Echt wel gek, hè? Ik weet niet wat dat nu aan het maken is, maar ja. Lunchtime! mijn bezoek hier zitten gehad. Ik vond het super cool om te zien. Echt, ja, het was wel echt super cool. Zeker de meisjes. I'm a pro-girl, so you know. Kijk, mijn guns trouwens. Een training, hè. Ik had dit nooit, dus ik mag een beetje fier zijn. Maar nee, het was echt super cool om te zien. Al die jonge kinderen die zo geïnteresseerd zijn en zoiets. Ik zou daar vroeger echt nooit in geïnteresseerd geweest zijn. Laat mij weten als jullie daar trouwens in geïnteresseerd zijn. Of misschien zijn er onder jullie die daarin werken of zo. En die websites maken. Of die zelf een blog hebben gemaakt en zo van die dingen. Of een spelletje of een app. Ik ben wel eens heel benieuwd. Want ik denk niet dat dat heel veel voorkomt bij onze generatie. Dus ik vind het wel chic dat zo de jongere generatie daarin echt geïnteresseerd in is. Dus ik vond het echt wel heel leuk om te zien. Hopelijk vonden jullie het ook leuk. Ik denk dat Anaïs en ik nu ergens iets gaan eten of zo. Ik weet het nog niet. Maar ik neem jullie mee, dus jullie zullen het zo zien. Hè? Missing someone. Ondertussen ben ik terug thuis en ik heb een paar dingen van mijn bestelling van SHEIN aangekregen. Dus ik wou die even laten zien. Ik ga die aandoen en dan kunnen jullie beter zien hoe ze eruit zien. Mijn short, voor de mensen die dat gaan vragen, is van de Zara. Dus dan weten jullie dat ook. Het is wel van vorig jaar, dus ik denk niet dat ze die nu nog hebben. Maar ik ben kei benieuwd hoe mijn dingen van SHEIN gaan zijn. Ik heb allemaal topjes besteld, dus ik hoop dat ze goed zitten. Als eerste heb ik dit topje. Oranje met wit en er staat op honey. Ik vind het wel mooi. Het is een redelijk gewoon kroptopje. Redelijk simpel, maar dat is altijd goed vind ik, want dan kun je zo met alles combineren. Met een lange jeans en een golfje erover. Of een blazer of shortje met een topje. Als tweede is dit topje met hier zo haartjes. Dat vind ik wel een super schattig detail. En de tekst zegt Satan's Lover. Ik zei al de hele tijd tegen mijn zus Santa's Lover en die zegt Santa, maar het is Satan. Dus ja, een beetje badass hè. Dus ik vind dit wel ook super schattig. Het is ook weer simpel, heel gewoon. De bandjes kun je wel verstellen als je wilt. Maar ook weer kei leuk of een short of een hoge jeansbroek. Outfit nummer 3 is dit blouseje. Ik denk wel dat dit mijn favoriet is. Het is echt super schattig. Hier is al zo een frommelstofje, zo elastisch. Met frulletjes, gaatje. Dan kun je dat zo aantrekken. En de kanten details vind ik wel heel mooi. De achterkant ziet er zo uit. En ik vind dit echt wel heel schattig. Dat is zo'n cute blouseje voor als je iets of wat meer dress-up wilt zijn. Maar met een short kan dat ook wel natuurlijk, zoals je ziet. Dat vind ik wel heel mooi. En de vierde top is deze. Vind ik ook heel mooi, heel romantisch. Maar dit is eigenlijk een body, dus je doet die toe hier. En hier moet je deze koordjes aantrekken. Ik heb het nu wel niet heel goed gedaan, maar jullie snappen hoe het eruit ziet. De achterkant ziet er zo uit. Of de shoulder blijft echt heel goed zitten. En ja, deze is ook weer echt heel mooi, vind ik. Echt kei tof. Zo is wat anders als andere dingen. Ik heb meestal de gewonere blouses. Dus dit is wel zo wat meer specialer. Ik heb trouwens ook voor jullie een kortingscode bij SHEIN. Ik zal die hier ergens zetten en sowieso ook nog onder in de beschrijving. Dus als jullie iets willen kopen, dan krijgen jullie nog eens extra korting. Ik krijg heel vaak ook de vraag als de shipping snel is. Die leveren binnen een week. Dus dat is zeker snel, zeker omdat dat van verder komt. En douanekosten krijg ik ook vaak de vraag over, maar ik moet nooit douanekosten betalen. Dus ja, ik heb misschien altijd geluk. Maar ik denk wel dat dat goed meevalt. Dat dat echt wel maar één kans op de zoveel is dat je pakje wordt tegengehouden. Ik ga ook hier de vlog afsluiten voor vandaag. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. Vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie volgende keer.